Blijf verrast ook. Blijf verrast. Echt heel mooi. Het is een soort luchtige voorstelling, maar tegelijkertijd zoveel diepte. En ik denk dat iedereen in de zaal wel iets herkent van wat hij zegt. Ja, dat is heel verrassend. De combinatie tussen dans, tussen theater, muziek, een verhaal, zwaarte, luchtigheid. Ja, heel bijzonder. De hele sfeer, de kostuums, de muziek, de dansers, de stem. Het was veel. Ja, maar wel mooi. Indrukwekkend. En vooral stof tot nadenken. Dit is wel heavy. Dit is niet iets wat je direct weer vergeet en wat even tijd kost om het te laten bezinken. Het einde vond ik wel heel erg cool. Met dat fuck, ging schreeuwen. Dat vond ik wel heftig, ja. Dat spel van Sanne den Hatter, hoe die zo prachtig mooi steeds van energie verandert. Vrolijk, nou, depressief, opgewekt en weer teleurgesteld. Dat was wel heel mooi te zien. Ik luister niet per se naar wat hij zei, maar gewoon zijn cadans van het praten met de muziek en de beweging, dat was gewoon allemaal, het paste allemaal. Ik kan zelf natuurlijk geen Russisch, ik heb niet echt iets verstaan, maar het was wel cool doordat hij in Nederlands kon praten, dat je een soort van de conversatie wel kon volgen. Toen hij ging zingen en dat soort dingen, dat met het hele orkest erachter, had ik niet verwacht, zeg maar. Ik vond het zo knap dat al die muzikanten al die geluiden zelf maakten, zeg maar, en zo in zo'n bizar kostuum eigenlijk daar en allerlei bochten moesten staan. Een meisje met een paardenstaart, met haar tulle jurkje, en ja, ik vond het echt dat ze geweldig was. Die man die op zo'n koord staat te dansen, ja, dat is gewoon heel knap wat hij doet. Als je dan dit te zien krijgt, denk ik wel dat impact heeft op hoe je over bepaalde dingen kan nadenken. Een beetje omkijken naar een ander. Dat is wat het mij een beetje gaf. Iedereen lacht en iedereen doet leuk, maar kan soms een verdriet achter schuilen. Dan toch een beetje meer beter naar elkaar gaan kijken.